opgraving van oude Griekse beelden tot het vinden van de originele eerste rollen over het begin van de Bijbel. Er zijn door de jaren heen heel wat opmerkelijke schatten gevonden. Wat is het meest unieke wat jij of iemand die jij kent ooit heeft gevonden? Laat het alvast weten in de comments. Voor we beginnen met de top 10 per ongeluk gevonden schatten. Jackson Pollock. In 1992 bezocht Terry Horton een van de lokale kringloopwinkels in San Bernardino, Californië, toen ze op zoek was naar een verjaardagscadeau voor haar vriend. Ze zag een schilderij en zonder ooit een echte kunstkenner te zijn, bood ze er maar $5 voor aan de verkoper. Ze gaven elkaar een hand en ze ging weg. Het grote schilderij paste niet in een van de kamers van haar vriend en ze probeerde het enkele jaren later weer te verkopen. Tijdens een verkoop zei een tekenleraar dat het grote schilderij waar ze vanaf wilde komen misschien wel een meesterwerk was, gemaakt door Jackson Pollock. Ze nodigde een expert uit om haar schilderij te laten nakijken. De forensisch specialist vond de vingerafdruk van de kunstenaar op het schilderij, dus er waren geen twijfels. Een kunstverzamelaar bood Horton $2 miljoen aan voor het schilderij, maar ze weigerde te verkopen en het schilderij is momenteel ruim 50 miljoen waard. Lascaux-grot. In september 1940 zwierven 4 Franse tieners door de bossen bij Montignac toen hun hond begon te snuffelen rond een mysterieus gat in de grond. Nadat ze door een stenen schacht neerdaalden, troffen de jongens een enorme ondergrondse grot aan waarvan de muren waren versierd met zo'n 2000 oude schilderijen en gravures. De verbaasde tieners spraken aanvankelijk af om de grot in het geheim te verkennen, maar later stuurden ze het woord van de vondst naar een onderwijzeres, die een grotkenner overhaalde om de authenticiteit ervan te verifiëren. Het duurde niet lang voordat het woord van de prachtige verzameling dierentekeningen en abstracte symbolen van de grot van Lascaux zich over heel Europa verspreidde en het werd bekend als de Sixtijnse kapel van de prehistorische kunst. Historici plaatsen het tijdperk van zijn schilderijen later op ongeveer 15.000 tot 17.000 jaar oud. En velen geloven dat de grot eens de plaats was van religieuze en jachtrituelen onder de hoogste paleolithische volken. Onafhankelijkheidsverklaring. Een man kocht in 1989 een oude schilderij van $4 op een rommelmarkt in Adamstown, Pennsylvania, in de veronderstelling dat het frame kon worden gerepareerd en hergebruikt. Toen hij het canvas verwijderde, zag hij een opgevouwen papier erin. Hij opende het document en kon zijn ogen niet geloven toen hij een origineel exemplaar zag van de onafhankelijkheidsverklaring, gedateerd 1776. Het hoofd van de boeken- en manuscriptafdeling in Sotheby's, David N. Redden, kondigde de unieke ontdekking in 1991 aan, maar de gelukkige vinder wilde anoniem blijven. Later dat jaar werd het manuscript geveild voor $2.420.000 bij Sotheby's. Als alleen de verkoper op die vlooienmarkt het fortuin kende dat zich in het schilderij schuilhield, hadden ze het vast nooit verkocht. Xi'an Terracotta Leger. In 1974 kwam een groep Chinese boeren toevallig op de ontdekking van hun leven. Het graf van de eerste keizer van de Qin-dynastie. Het team van 7 man was een put aan het graven in de buurt van de stad Xi'an, toen een van hun schoppen op het hoofd van een begraven standbeeld sloeg. De mannen dachten aanvankelijk dat ze een bronzen buste of een oud Boeddha-beeld hadden ontdekt. Maar toen archeologen verdere opgravingen uitvoerden, ontdekten ze dat het een van de ongeveer 8000 levensgrote terracotta-soldaten, paarden en strijdwagens waren die werden gebouwd in de 3e eeuw voor Christus om de dynastie te bewaken. Het graf en zijn zeer gedetailleerde soldaten, elk heeft zijn eigen unieke gezicht, worden nu beschouwd als enkele van de belangrijkste archeologische schatten in heel China. Venus de Milo. Voordat het een van 's werelds meest geliefde sculpturen werd, bracht de Venus van Milo enkele eeuwen lang begraven door op het Griekse eiland Melos. Het beeld zonder armen werd pas teruggevonden in 1820, toen een boer, genaamd Yorgos Kentrotas, per ongeluk de bovenste helft ontdekte. De vondst trok onmiddellijk de aandacht van Olivier Vautier, een Franse marineofficier die toevallig op zoek was naar oudheden in de buurt. Na Kentrotas overtuigd te hebben om hem te helpen, ontdekte Vautier de onderste helft met gedrapeerde benen van de Venus.
Later overtuigde hij de Franse ambassadeur in het Ottomaanse Rijk om het standbeeld te kopen en in 1821 werd het aan koning Lodewijk de 18e aangeboden en aan het Louvre geschonken. Kunsthistorici hebben sindsdien gespeculeerd dat de Venus bedoeld is om de Griekse godin Afrodite te vertegenwoordigen. Maar tot op de dag van vandaag blijven ze onzeker over wat het ooit in zijn ontbrekende armen had kunnen houden. Vijf. Schat van Panagiouriste. Deze schat is een meesterwerk van vakmanschap uit Thracië en werd in 1949 door de gebroeders Dijkhoff gevonden in de buurt van de stad Panagiouriste, Bulgarije. Terwijl ze in een kleiput in een fabriek aan het werk waren, maakten ze een ongewone ontdekking. Die bestond uit een schaal, een amfoor en 7 ritons. Allemaal gemaakt van solide 24 karaats goud met een totaal gewicht van 6.164 kilogram. Archeologen hebben berekend dat de schatten toebehoorden aan een onbekende Thracische heerser of een rijke persoon die ze in de 3e eeuw voor Christus bezat. Omdat de items uiterst waardevol en zeldzaam zijn, geven de Bulgaarse autoriteiten er de voorkeur aan ze in de kluis van de Bulgaarse Nationale Bank te bewaren. 4. Dode zeerollen. De dode zeerollen bevatten enkele van de vroegst bekende delen van de Bijbel, maar misschien waren ze nooit gevonden als een groep Arabische tieners er niet op stoten. In 1947 hoedde een groep jonge geiten en schapenherders hun kudde nabij de oude stad Jericho. Terwijl hij op zoek was naar een verloren geit, gooide een van de jongens een steen in een nabijgelegen grot en was geschokt om te horen op wat leek op een verpletterende kleipot. Toen hij de grot inging om te onderzoeken, vond hij verschillende potten met een verzameling oude papyrusrollen. Kleine restjes van de rollen zouden later voor miljoenen worden verkocht, maar de schapenherders waren zich niet bewust van de waarde en verkochten het hele perceel voor minder dan $50 aan een antiquair in Bethlehem. Geleerden bevestigden uiteindelijk het belang van de tekst, wat leidde tot een waanzinnige reliekweverij die leidde tot het herstel van enkele duizenden andere stukjes papyrus uit nabijgelegen grotten. Tezamengenomen worden deze artefacten nu beschouwd als een van de belangrijkste archeologische ontdekkingen van de 20e eeuw. 3. Honkbalkaartjes. In februari 2011 vond Carl Kissner 700 zeldzame honkbalkaarten die toebehoorden aan zijn grootvader, Carl Hensch, die stierf in de jaren 1940. Carl was zijn zolder aan het opruimen toen hij de doos onder een houten poppenhuis zag. Toen hij het opende zag hij een aantal oude kaarten die er niet uitzagen zoals hij eerder had gezien. Deze grote collectie werd door experts omschreven als de grootste en meest opwindende vondst in de geschiedenis van het verzamelen van sportkaarten. Een ontdekking die waarschijnlijk miljoenen waard is. In augustus 2011 besloot de familie om sommige van de kaarten te verkopen tijdens de National Sports Collectors Convention in Baltimore. Experts zeggen dat de kaarten tot 2 tot 3 miljoen kunnen brengen voor Carl en zijn familie. 2. Uluburun schipswrak. In 1982 zwom Mehmet Zakir in de Middellandse Zee voor de Uluburun-kust in Turkije, toen hij oog in oog met de ruïnes van een 15 meter lang gezonken schip was. Het oude wrak lag al zo lang op de bodem van de zee dat er veel was verdwenen. Maar Zakir zag op verschillende keramische potten en honderden glazen, koperen en tinblokken. Onderwaterarcheologen hebben later 10 jaar lang het Uluburun-wrak bestudeerd. In de loop van meer dan 20.000 duiken herstelden ze een schat uit de late bronstijd, variërend van olifantslagtanden en nijlpaardtanden tot sieraden. Terwijl de datering van een stuk brandhout bevestigde dat het schip zo'n 3.300 jaar oud was, een van de oudste wrakken die ooit zijn ontdekt, zijn historici nog steeds niet zeker van de oorsprong ervan. 1. Romeinse hoksnehoord. De gepensioneerde tuinier Eric Laws was een veld aan het scannen in Suffolk, Engeland, waar zijn vriend een hamer had verloren. In plaats van een hamer ontdekte hij de grootste voorraad van Romeins goud die overal in Groot-Brittannië werd gevonden. Hij rapporteerde zijn vondsten aan de lokale autoriteiten en ze organiseerden een goede opgraving van de schat. Ze hebben meer dan 14.000 items gevonden, waaronder munten, ringen, armbanden, prachtige zilveren voorwerpen en andere waardevolle dingen. In november 1993 werden de Romeinse bevindingen geschat op 1,75 miljoen pond. Die werd betaald aan Eric Laws als de vinder van de schat.
Dit waren de top 10 per ongeluk gevonden schatten. Wat is het meest unieke wat jij of iemand die jij kent ooit heeft gevonden? Laat het alvast weten in de comments. Vergeet niet om te liken, te abonneren en op het belletje te klikken als je dit een leuke video vindt.